Goedemorgen, dames en heren. Voor het eerst zijn er raketten op Riyadh afgeschoten. Volgens het Amerikaanse leger heeft Irak de afgelopen nacht in totaal 10 Scud-raketten afgevuurd op de Saoedische hoofdstad en Dagraan. Van die 10 werden er 9 door Patriot-raketten onschadelijk gemaakt. 1 zou in zee zijn beland. Maar volgens verslaggevers in Riyadh is zeker 1 raket in de stad terechtgekomen. Hoewel in Riyadh 2 inslagen waren gehoord, ontdekten cameramensen in ieder geval 1 inslag van een raket. Een enorme krater in de straat markeert de plaats waar de raket in de grond sloeg. De schade lijkt mee te vallen. Van een flatgebouw sprongen vrijwel alle ruiten en er vielen gaten in een muur van het gebouw. Het is nog niet duidelijk of het een inslag van een Patriot of een Scud-raket is geweest. Met brokstukken, met kippengaas, rubber en vooral een groen geverfd stukje metaal schijnen te duiden op een Scud-raket. Het Amerikaanse leger zegt nog te onderzoeken of er echt sprake is van een raketinslag. Militairen en burgers bekeken de gevolgen van de Iraakse aanval met gemengde gevoelens. Het neerhalen van de vijandelijke raketten brengt een ander soort gevaar met zich mee. In Dagraan kwamen grote brokstukken van de Scud-raketten neer op de stad en sloegen grote gaten in het asfalt. Bomen werden doormidden gekliefd en lantaarnpalen knapten af. Er vielen geen gewonden. Op een persconferentie van het Amerikaanse leger wist een woordvoerder geen verklaring te geven voor de krater die in Riyadh is ontstaan. Vragen van journalisten die op de plaats van de inslag waren geweest werden zorgvuldig ontweken. I don't have any information on this particular incident, but we'll be glad to take that question for you. Okay, in the back of the room, go ahead. We just got back from this crater. Where it blew out the backside of a building and left a hole in the ground about 10 feet deep and about 13, 14 feet wide. There were pieces of missile all over the place, a mile and a half down the road. Okay, we'll take a look at that and whatever information I can get on it for you, I'll be glad to. Anybody else? Yes. Just tell us what the Patriot is supposed to do. Is it supposed to detonate in midair if it doesn't meet its target? Yeah, they do have self-destruct systems on them. Correct. So that would be a fault if it hit the ground. Go ahead. Would a Patriot be capable of causing a crater 10 feet deep and 14 feet wide? I can't answer that for sure. I don't know about the size. Is it a small charge yet? Is it sure that there is no Patriot for down in town? Right now, I don't have any indication. However, it sounds like some other people may have some different information. We'll go ahead and take a look at that and see and try to get that for you. De Verenigde Staten hebben ernstig geprotesteerd bij Irak tegen de klaarblijkelijk slechte behandeling van westerse krijgsgevangenen. Sinds het begin van de Golfoorlog worden nu 12 Amerikanen, 2 Britten en 2 Italianen vermist. Het protest is in Washington overhandigd aan de Iraakse zaakgelastigden. De Verenigde Staten noemen slechte behandeling van krijgsgevangenen een oorlogsmisdaad. Amerika eist dat het Rode Kruis onmiddellijk tot de krijgsgevangenen wordt toegelaten. De Iraakse ambassadeur in Frankrijk, Abdul Razak, heeft in een reactie daarop verklaard dat Irak alleen die gevangenen als krijgsgevangenen zal erkennen die als zodanig officieel door de anti-Iraakse coalitie bij Irak worden aangemeld. In de Saoedische hoofdstad zou na de aanvallen paniek zijn ontstaan, omdat veel inwoners niet over gasmaskers blijken te beschikken. De Nederlandse ambassadeur in Saoedi-Arabië, Philipsen, zegt echter dat een chemische aanval zeer onwaarschijnlijk is. Eerder vannacht sprak ik met hem over de situatie in Riyadh en ik vroeg hem wat hij had waargenomen. Wat het precies geweest is, dat kan ik helaas niet vertellen. Er zijn 1 of 2 ontploffingen gebeurd, dat kan ik u wel zeggen. Wat dat heeft betekend, dat is nog op dit moment niet duidelijk. Hoe staat het met de gasmaskers in Riyadh? Heeft u er zelf eentje? Nee, absoluut niet. Nee. En ik ben ook niet van plan er een aan te schaffen of een te gebruiken, want de kans dat hier met gas zou worden gewerkt is praktisch minim. Waar baseert u dat op? In de eerste plaats moet je over die wapens beschikken. Dat doet dus Irak. Dat weten we allemaal, dat die hebben chemische wapens. Maar je moet die wapens ook kunnen overbrengen. En dat kun je doen met artillerievuur. Nou, dat reikt niet verder dan 30 kilometer. Dus daar zijn wij van verschoond. Daar zijn we buiten. Dat kun je doen met vliegtuigen. Die komen er absoluut niet door de Amerikaanse luchtverdediging. Dat is totaal uitgesloten. En de derde mogelijkheid is met die Scud-raketten. Nou, met die Scud-raketten hebben de Irakezen tot nu toe geen ervaring gehad om die uit te rusten met chemische wapens.
dat schijnt technisch ontzettend ingewikkeld te zijn. Dus het enige gevaar voor u in Riyad, dat zijn die Scud-raketten, maar die kunnen worden onderschept door de Patriots? Die kunnen, de Patriots is mij van verschillende bronnen, en met name Amerikaanse militaire bron verzekerd, die zijn meer dan 95% trefzeker. En Riyad is omgeven door Patriot-raketten. Dat geldt ook voor Dagran en Noorden. Daar staan die dingen ook opgesteld. Zondagavond zijn opnieuw vanuit Turkije luchtaanvallen uitgevoerd op het noorden van Irak. Voor de vierde keer binnen 24 uur golfde een groot aantal vliegtuigen richting Irak. Net als de voorgaande drie keer vertrokken de gevechtsvliegtuigen vanaf de grote Amerikaanse basis Incirlik in het zuidoosten van Turkije. De nieuwe aanval op militaire doelen in het noorden van Irak werd in de vlakbijgelegen havenstad Adana gehoord. Hoeveel toestellen er zondagavond rond 10 uur zijn vertrokken is niet bekend. Journalisten werden door militairen en politie bij de basis vandaan gehouden. Meer dan 100 toestellen hebben in de eerste drie aanvallen het luchtruim gekozen. Nederland stuurt 30 ton hulpgoederen naar Turkije. De Turkse autoriteiten hadden daarom gevraagd. Het betreft gaspakken, brancards, brandwerende dekens en geneesmiddelen tegen chemische wapens. Een deel van de hulpgoederen is al in Turkije aangekomen. Volgens de Amerikaanse legervoorlichting zullen de luchtaanvallen op Irak en Kuwait nog tot februari doorgaan. Pas als de Iraakse linies door een regen van bommen zijn getroffen, zullen de geallieerden zich wagen aan een grondoffensief. De militaire sensors hebben dit zaterdag opgenomen materiaal vrijgegeven. Vroeg in de ochtend scheert een verkenningsvliegtuig over het grensdorp Kaharan in Kuwait op zoek naar een Iraaks mitrailleurnest. Direct daarna bombardeert een jachtbommenwerper, opgestegen van een Amerikaans vliegdekschip in de Persische Golf, het gekozen doel. De luchtactie is een nieuwe vergelding voor de beschieting door Irak van een Saoedische raffinaderij bij de kustplaats Al-Gharafi, de eerste dag van de oorlog. De opslagtanks vlogen meteen in brand en roken nog steeds. De bewoners van het kustplaatsje zijn in allerijl gevlucht met achterlating van hun spullen. Saoedische troepen hebben hun posities inmiddels verplaatst tot vlakbij Al-Ghafji. De Saoedi's liggen op dit moment het dichtst bij het Iraakse front. De compagnie maakt deel uit van het Koninklijk Saoedisch Korps Mariniers. Als voorbereiding op de komende grondoorlog graven ze zich in en oefenen ze in de woestijn met hun moderne tanks. En zo tonen ze voor het oog van de camera hun geavanceerde afweergeschut. Tot zover dit journaal. Het volgende bulletin om 6 uur. Goedemorgen.